is het. Lieve mensen, welkom terug bij het tweede gedeelte van dit feestelijke programma 10 jaar Look TV. En we kijken nergens meer van op. Wat gaan we doen? We gaan oude fragmenten laten zien. We hebben nog heel veel leuke fragmentjes op voorraad. We hebben nog wat mensen die we gaan ontvangen. We gaan nog praten. U kunt bellen naar 426-1212 als u dat leuk vindt om ons te feliciteren. U kunt twitteren. U kunt ons e-mailen naar studio@radioschiedam.nl. En zelfs postduiven schijnen aan te komen. Naast mij is komen zitten een man van het eerste uur, Matthijs Roorijen. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je kijkt ook nergens meer van op. Hè? We zijn wel gewend langzamerhand. Ah ja. Matthijs, 10 jaar geleden, want we gaan er maar gelijk flink tegenaan. Toen kwamen we met het idee om lokale televisie te maken. Toen was je niet gelijk in het begin. Nou, je was wel gelijk in het begin in beeld. Ja, eerste uitzending. Ja, wat deed jij in die periode zelf? Ik werkte toen nog in het Museum voor Volkenkunde, zoals het toen nog heette. Ja. Want we hebben samen op de middelbare school gezeten. Wat ben jij daarna gaan doen? Ik moest toen in dienst. Maar dat zag ik niet zo zitten. Het land ook niet trouwens. Dus toen moest ik vervangende dienst gaan doen. Ja. En toen heb ik hemel en aarde bewogen om iets te gaan doen wat ik dan in ieder geval leuk en nuttig vond. Ja. En toen ben ik dus in dat museum terechtgekomen. Ja. Eigenlijk een beetje ook het verhaal van Wiebe. Toch een beetje self-made man? Ja, er was toen in die tijd nog geen mogelijkheid om een professionele opleiding te volgen. Dat heb ik wel geprobeerd. Ja. Maar daarvoor moest je echt in Hilversum werken. En ik kwam op een gegeven moment, ben ik nog goed bij een sollicitatie bij de Wereldomroep terecht. Ik denk, leuk, dus in ieder geval stap in de goede richting. Bleek het om een nieuwslezer te gaan in verschillende talen. Ja, nou, dat was niet zo succes. Dat was ook je specialiteit niet. De eerste uitzending, want dat is altijd leuk. Je moet dat altijd maar 1 keer in de 10 jaar vertellen, dat soort verhalen. Dat is een mooi verhaal en dat speelt tussen jou en mij en Rob van der Heijden, denk ik een beetje. Wij zouden gaan interviewen wethouder Hafkamp op een bruggetje over de Poldervaart. Dat was een fijn plan. Jij mag het verder vertellen. Nou ja, ik zou de camera opkomen halen in de studio. Ja. Maar de studio was dicht. Ja. En op alle bellen gedrukt, maar er werd niet open gedaan. Nee. Is uiteindelijk maar naar de Poldervaart gescheurd, waar inmiddels al de complete crew van de burgemeester en wethouders stonden te wachten. En allerlei fotografen en dingen eromheen. Maar geen camera. Maar geen camera. En toen is er volgens mij iemand met 120 km per uur door Rob van Leijden, de politie met zwaailichten voor. Nou, je wilt niet weten. En ik kreeg die camera in mijn handen. Ja. Weet ik nog goed dat ik de magische woorden zei. Waar zit het aanknopje? Ja. Want ik had die camera nog nooit beet gehad. Ja. Nou, we hadden het er net over pionieren. Maar dat was echt pionieren, in het begin. Ja, absoluut. Wat is jou daarvan bijgebleven? Ja, het was een ontzettend leuke tijd. Ja. We hadden lol met elkaar. Je was echt met iets nieuws bezig. Ja. En gewoon heel erg leuk. Ja. Mij is komen zitten voor een kapitaal aan VVV-krachten. Marion, Frank, goedemorgen. Goedemorgen. De VVV vormt ook een onderdeel in het programma Passage 12 op Look TV. Nou kan ik niet zeggen dat het al 10 jaar is dat de VVV bijdrage levert. Eerst even maar met Marion. Jij was als eerste in beeld. Marion, Tessa is geweest voor jou weer. Nee, samen een beetje met jou, hè? Hoe zat het ook alweer? Nee, ik ben altijd geweest op zaterdag. En Marieke is wel eens geweest. En Marieke hebben we gehad? Ja. Maar die zijn allemaal, jullie allemaal gauw uit de beeld geschoven. Nee, Marieke werkt bij de Hond en Meerklein tegenwoordig. Ja, dus die heeft een leuke nieuwe baan gekregen. Ja. En Tessa werkt niet meer op zaterdag. Nee, we kregen overigens wel de felicitaties van Tessa. Vond ik heel erg heel aardig. Dus, ja. Die ziet er ook helemaal aangedaan uit. Ja. Emoties, hè? Ja. Emotie TV. Ja. Marion, even heel kort. Je doet al een hele tijd. Nou, je bent eigenlijk alweer een soort vervanger geworden van Frank af en toe. Maar je hebt een hele tijd de tips gedaan, hè? De VVV weekendtips. Heb je de indruk gehad dat ooit wat heeft opgeleverd voor de VVV? De mensen komen er toch op terug. Ja, dan kan je echt merken. Of dan zeggen ze, we hebben u gezien of gehoord en dat en dat. Ja. Ja. Dus daar zit nog wel rek in. Ja, tuurlijk. We zitten hier ook niet voor niks natuurlijk. Nee, dat weet ik ook wel. Nee, dat moet niet alleen om naar jou te kijken met je mooie pakje aan vandaag. Ja, mooi hè. Soms, ik was helemaal in de war, joh. Herkende je niet? Als je dit gaat dragen, dan ga je naar Hilversum. En dat wil ik dus niet. Dus daarvoor blijf ik zo met de dingen zitten. Maar Jon, ik ga naar Frank toe. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent de laatste kracht van de VVV die erbij is gekomen. We hebben eerst allemaal dames gehad. En toen dachten ze van, nou moeten de dames op de thuis maar eens verwend worden. Frank, we gaan aan de weekendtips beginnen, want het programma gaat gewoon door. Gaan we dat toch even doen? Jij mag ze er even doorjassen. We gaan zo meteen kijken naar een instart met oud-wethouder Aad Wiegman. Ik bedank jullie voor je komst. Ja, fijn weekend. Graag gedaan. En neem nog even wat. Doen we zo. Op onze gezondheid. Dankjewel. Hoi.
oud-mediawethouder meneer Wiegman. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. U was mediawethouder al een tijd in Schiedam, maar u bent net als burgemeester Scheres ook betrokken geweest bij de beginperiode. Even terug naar die periode 79, of 77 moet ik eigenlijk zijn, 25 jaar geleden. Hoe was de situatie in Schiedam? Allemaal antennes nog op de daken en dat soort zaken? Ja, dat was heel ingrijpend. Het was één groot woud van antennes in Schiedam en dat was in iedere gemeente zo. En daarom was het zo fantastisch dat er een plan werd gemaakt om daar vanaf te komen. Mm-hmm. En tegelijkertijd de kwaliteit van de tv-beelden te verbeteren. Ja. Ik weet nog heel goed in die tijd dat in 77, ik zat toen al in de gemeenteraad, dat er de presentatie was van het mooie plan. Hè, waarbij de wethouder Scheres de commissie probeerde te overtuigen van dat het moest. Mm-hmm. En dat kostte een paar stuivers in die tijd. Ja. Maar uiteindelijk is de beslissing genomen en dat heeft ertoe geleid datgene wat we nu hier vandaag allemaal zien. Ja. En dan de televisie maken buiten, dat zou helemaal geweldig zijn. Nou, ik weet niet wat de toekomst zal bieden op dat terrein. Maar ik zie het enthousiasme van al die medewerkers en alles wat daaromheen is van Look TV. En ik denk dat het niet volstaat met zo'n uitzending alleen vandaag. Ik verwacht in de komende tijd veel meer inspanningen op het terrein van het laten zien wat Schiedam betekent. Maar ook om te horen wat Schiedammers vinden van hun eigen stad. En dat via het medium Look TV allemaal in die huiskamers kan komen. Ik verheug me daarin nu al op. Ja, dat waren historische woorden. Naast mij is komen zitten Aad Wiegman, oud-wethouder van Schiedam. Aad, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent niet ouder geworden. Nee, schaam mij niet. Nee. Ik kijk er zo eens terug. Ik denk, nee. Nou, ik ben goed geconsolideerd in die afgelopen jaren. Hoe goed in de pekel? Ja, of dat pekel is, weet ik niet. Maar het zal ook Korenwijn kunnen zijn. Ja, precies. Aad, welkom in het programma. 10 jaar Look TV. Henk Eikenbroek, Aad Wiegman. Zijn mannen van weleer. Aad van der Wel, die in de pioniersfase hebben gezeten. We hebben vanochtend, vond ik erg leuk, Reinier Scheres ook heel kort even in het programma gehad. Ja, was natuurlijk toen de tijd burgemeester. Had indirect met alles te maken. Maar jij had direct met alles te maken. Even een stukje geschiedenis, Aad. Tot 1987 hadden we piraten in Schiedam op de radio. Hè. Dat klopt, dat kan me nog goed herinneren. Die radio van Oeral, Boemerang. Ja, die stonden op zo'n dak ergens in Nieuwland. Illegaal uit te zenden. Ja, nou, toen zeiden jullie van toen zei de regering van afgelopen, we gaan een lokale omroep starten. Wij zijn in 87 bij de radio gestart, was je ook bij. Ja. Maar toen gingen we naar het jaar 2001 en in het jaar 2000 ben ik al eens menigmaal was ik bij je langs geweest, want ik wilde lokale televisie maken. En dat was niet zo makkelijk. Want dat had te maken met geld, het had te maken met... Het hadden we ook, het was toen toenmalige Kai, ONS Kai. Ja. We hadden een aantal programma's. En er was geen ruimte toen voor toen viel er een kanaal weg, een Duits kanaal, kan ik me herinneren. Ja. En toen hebben we gezegd, Eikenbroek en ik, van laten we nou dat kanaal gebruiken om daar lokale televisie op te zetten. Ja. Zo is het gegaan. Er zat eigenlijk nog een voorfase. Terwijl wij het product aan het ontwikkelen waren, was er even een link van het zou wijk-tv worden. Dat is het gelukkig nooit geworden. Dat was even een tussenstap, hè? Ja. Men dacht van, vanuit een bepaald wijkcentrum elke week komen. Nou, even heel concreet, Aad, we zijn 10 jaar verder. Je zei net zelf al, ik hoop dat Look TV veel over Schiedam gaat brengen. Even de plus en de minnen optellend. Wat is de balans na 10 jaar in jouw ogen? Nou, ik vind dat jullie nou een gevestigde positie hebben in Schiedam. Veel mensen kijken ernaar. Ik hoor ook regelmatig erover dat mensen het gezien hebben. Mm-hmm. Dat merk je gewoon als je mensen spreekt in Albert Heijn, waar ik dan wel eens kom. En dan zeg je, joh, heb je nog Look TV gezien, dat en dat programma? Ja hoor, en dan vertellen ze 100 uit wat ze gezien hebben. Dus de impact is behoorlijk op het ogenblik in de stad van Look TV. Ja, we hebben het vanochtend al heel even kort met Reinier ook over gehad. Ook voor de politiek heeft het een hele omwenteling teweeg gebracht. De gemeenteraad kwam in beeld tijdens vergaderingen. Ik kan me nog herinneren hoe dat was. De allereerste uitzending zagen we ineens allemaal dames die naar de kapster waren geweest met mooie jurken. Heren in een driedelig kostuum. Ja, met stropdas. Ja, geweldig. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, hè, wat heeft dat op politiek gebied betekent Look TV raadsuitzendingen uitzenden? Ja, ik denk dat mensen toen meer geconfronteerd werden ook met de onderwerpen die speelden in de stad. Ja. In die tijd was het zo dat er was het nauwelijks publiek bij af en toe wel eens bij een gemeenteraadsvergadering, maar meestal niet. En door de uitzending van Look TV, waarbij jullie rechtstreeks die raadsvergaderingen gingen uitzenden, werd er veel meer naar gekeken, waar mensen ook beter op de hoogte van wat er in de stad speelde. Ja. We gaan kijken naar een stukje compilatie Oudere Festival. Dames en heren, lieve mensen, we gaan beginnen met het Oudere Festival 2004. Uw applaus voor Rita Jong. Dankjewel, Jorgen. Goedemiddag.
daverend Schiedams applaus. Saskia en Serge. Als ik kijk in je donkere ogen, vliegen vlinders af en aan. Voor Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Als jij me aankijkt, lieve schat. Wat moet ik zonder jou beginnen? Dames en heren in Schiedam. Wieteke van der Zwergendal klinkt door mijn schaal met volle zuivere toon. Gerard Cox, dames en heren. Gerard Cox. Jij bent om mee te leven veel te moeilijk voor een vrouw. Tante Lien. De Rangula. De Ouderenfestival. Het Gewestelijk Seniorenorkest. I dream the dream of days gone by. Baaije, baaije, pootje, baaije. Vader Abraham gaat mee. Lieve mensen, goedemiddag allemaal. Hoe is het met u? Opera en operettegezelschap. Een daverend applaus. Koos Alberts. Altijd spannend, hè? Als het echt gaat gebeuren om 2 uur gaan echt worden de knoppen hier ingedrukt. Ja, dat klopt. Ja, 2 uur, dus dat is nog een klein kwartiertje. Okay. Spannend en succes. Dankjewel. Dankjewel.
Nou Willem, de hoeveelste ouderenfestival is het nu al inmiddels, want ik hou het niet meer bij. Wie we gewoon door blijven tellen, dit is het 7e ouderenfestival. Hier is Piet Kries. Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love with you. Vraag u daverend applaus voor Anne Hagoort en Remco Harms. Daverend applaus voor Connie Wink. Fantastisch. Al die beelden van het ouderenfestival. Ik zal u zeggen, we hebben de laatste twee weken in dat archief gezeten. Je zou ze eigenlijk allemaal nog een keer willen uitzenden. Naast mij is komen zitten onze hoffotograaf. Eén van de twee. We hebben Bart Bos en we hebben Sven van Beek. Nou, als er iemand uit niets iets is geworden, is het Sven wel. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. We leerden je kennen als een klein manneke, daar ben je nog. En je zat op de HAVO op Spieringshoek. En toen kwam je binnen, toen zei je, mag ik eens wat foto's maken voor Look TV? Nou, zeiden wij, dat is helemaal goed. Maar toen hoorde ik van een docent dat je onder de les je vinger opstak en dat je vervolgens even 3 uur wegging om een foto te maken en dat je bij een collega later in de middag weer terug was in de les. Want zo is het begonnen, hè? Ja. Ja, heeft je wel een eindexamen gekost een keer? Ja, een jaartje langer maar. Ja. Waarom foto's maken, Sven? Ja, vanuit familie er al in gekomen. Ja? Veel van de familie bij de brandweer. Mijn opa, vroeger veel meegenomen naar incidenten. Ja. En dat ben ik zelf op een gegeven moment ook maar gaan doen. Met de maar scanning. Even de link tussen de brandweer en het fotograferen. Gewoon de spanning, ja, het gebeuren eromheen, de actie die erin gebeurt. Ja, maar moeten we ook weer net als bij Matthijs even toelichten. Onder je kussen liggen 3 koptelefoons, of 3 van die mobieltjes, geloof ik, hè? Hoe heet dat? Scannertjes? Ja, pagers. Er ligt er één naast me, maar die maakt wel een hard geluid. Alleen ja, soms hoor je hem toch niet. Ja. Ja, nou, we hebben het wel eens vaker over gehad over je werkzaamheden. Dat kan van leuk zijn, dat je zegt, goh, een leuk fotootje. Maar het laatste was bijvoorbeeld helemaal niet leuk, hè? Geervlietsestraat. Ja. Hoe werkt dat nou? Hoe begint dat bij jou? Je wordt opgepiept of hoe gaat dat? Ja, ik zat thuis en dan komt er gewoon een alarmering binnen vanuit de meldkamer in Rotterdam. En die wordt tegelijkertijd, gaat die bij mij af. En hetzelfde seconde bij de brandweer of bij andere hulpverleners. Ja. Nou ja, die kant op gegaan. Staat er zo dan snel al, mogelijk. Staat er dan al, heb je dan een kant-en-klare maaltijdje klaarstaan? Wat boterhammetjes of liegaatjes of weet ik het wat? Nou ja, als er te veel achter elkaar komt, dan eet je even niet. Nee. Dus ik was net klaar met eten op dat moment. Ja. En ja, die kant op. En ja, de vlammen die sloegen uit de woning voordat de brandweer er was. Ja. Wij gaan kijken, want ja, nou gaan we langzamerhand toch de grotere namen ook binnenhalen. Het zijn allemaal grote namen, maar onze collega Patrick de Boer, daar gaan we eens eventjes naar kijken. Kijkers van Look TV, welkom bij deze allereerste aflevering van Sportclub Schiedam. Sportclub Schiedam gaat een programma worden waarin we wekelijks op pad gaan om te kijken wat er gebeurt aan sport in Schiedam. Deze aflevering van Sportclub Schiedam staat in het teken van judo. We zijn te gast bij judoka Dokan Tekin, die we volgen tijdens een training. We gaan uiteraard ook nog met hem praten, ook met zijn broer en met de trainer gaan we in gesprek en we gaan hem nader bij u introduceren. Tot zover deze aflevering van Sportclub Schiedam, die in het teken stond van judoka Dokan Tekin. Nou, u ziet het, u heeft mij uit mij inmiddels ook gebloed. Dit was Sportclub Schiedam, graag tot de volgende keer.
tot zover deze aflevering van Sportclub Schiedam, die zoals u zag in het teken stond van boksen. Ik hoop graag tot de volgende keer. Ja, en zo is hij naast me komen zitten, collega Patrick de Boer. Patrick, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jan Willem. Ja, dat laatste, dat blijft wel ons moment natuurlijk. Ja, wij hebben als medewerkers daarvan genoten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar je vertelt net onder het filmpje, je had echt geen kans, hè? Nee, want ze bewoog zo snel voordat je er kon raken, was je al zo moe dat zij zei van ploep. Maar heb je ingehouden of mocht je echt? Nee, mocht echt zo mocht je proberen. Mogelijk jou, hè? Ja, dat was geen enkel probleem, maar het lukt toch niet. Nee, ik zei vorige keer tegen Neuske ook van, het lijkt me heerlijk als je als jonge knul verkering krijgt met zo'n vrouwtje en dan uitgaan. En dat zo s'avonds zo lekker op je gemak zitten met een heleboel vervelende mensen om je heen. Want ja, wat kan je gebeuren? Patrick, welkom in het programma. Ja, je bent gewend om zelf te presenteren. Je deed al een tijd Radio Schiedam. Klopt, ja. En toen kwam Loek TV in je leven. Eerst eventjes de werkzaamheden van Loek TV. Mensen kennen je niet van gezicht, maar kende je al van de tekst. Klopt. Wat jij verzorgt, de redactie. Ja, sinds 2003 en dat doe ik dagelijks. Ja. Ook op zaterdag en op zondag, om er maar dat gelijk erbij te zetten. Want en ook s'avonds. En ook s'avonds, want ik heb gelukkig ook de mogelijkheden om dat soort dingen ook thuis te kunnen doen als het echt heel erg dringend of spannend is. Maar tussen 2 en 5 s'nachts mag je slapen. Ja, dan is het gepland. Ja. Je was buiten het feit dat je veel aanwezig bent, al veel radio presenteerde. Was sport toch al datgene waar je lang mee bezig was? Ja, voor de radio zeker, want daar was ik al ruim 10 jaar inderdaad mee bezig. En ik zat een beetje ook naar Loek TV te kijken en ik dacht, de sport mis ik eigenlijk op Loek TV. Ja. Maar dan moet je gaan kijken hoe ga je dat praktisch in het vat gieten, want het is wel eens geprobeerd met live wedstrijden. Ja. Het amateurvoetbal, nou dat lukt helaas niet, want daar moet je zoveel technische dingen voor uithalen. Ja, laten we dat de mensen maar gelijk even uitleggen. Ja. Er wordt natuurlijk heel vaak aan jou met name gevraagd van, joh, zend eens een keer een wedstrijd uit van HBSS tegen PPSC. Maar zover zijn we gewoon nog niet. Nee, dat zouden we graag willen doen. Maar om u een voorbeeld te geven, een eredivisiewedstrijd. Er staan 16 camera's momenteel langs het veld. Ja. Ja, dat is voor en mensen ons zijn natuurlijk verwend, hè? Herhaling, drie kamer, verschillende invalshoeken, noem alles maar op. En wanneer je dat natuurlijk met één cameraatje gaat doen, dan zeggen de mensen, ja, hallo. Ja, het ziet er niet uit. Dat is ook de reden waarom we daar nog niet voor gekozen hebben. Betekent wel eigenlijk een beetje in het voordeel van de andere sporten. Klopt, en daardoor zijn we gaan zoeken naar de formule zoals nu een beetje Sportclub Schiedam op Loek TV is. Dat we dus op bezoek gaan bij de verenigingen. Ja. Dat we uitnodigingen krijgen voor bepaalde gelegenheden van verenigingen. Dat we de sporten zelf uitgenodigd worden van joh, dat en dat zit eraan te komen. Ja. En dat levert ook hele leuke beelden op. Ja. Deze kreeg ik vanochtend van sportcollega Fred Fucking. En daar ben ik heel erg blij mee. Leo, kunnen we hem zien zo? Ja, hè? Okay, nou, hartstikke leuk. Een echte, hoe noem je dat? Cartoon, hè? Een cartoon. Dus, een har, een originele har. Een echte har. Nou, har, na jaren staan we kiet. Har had nog wat in te lossen hier en daar, dus hartstikke leuk. Verder ga ik eventjes vanaf dit plekje begroeten onze collega, oud-collega Jacques Bink. Ja, er zit een lappenmand. Jacques, het wil nog niet lukken met de benen, maar je mailde me gisteravond nog dat rondje rond de flat, maar dan is het ook weer dat. Ik hoop in ieder geval dat je geniet van deze uitzending en wens je vanaf deze plek natuurlijk gewoon vanuit alle collega's van harte beterschap. En natuurlijk onze collega Bart Bos, onze andere fotograaf. En Bart is een bescheiden man. En Bart zegt altijd, vindt prima jongens, maar mij niet naar voren halen. Wie niet bescheiden is, maar wel recht door zee, is niemand anders dan John van Gestel. John, goedemorgen. Goedemorgen. En ook voor de luisteraars en kijkers. Hè? Welkom. Ja. Ja, nou, hilariteit. De mensen herkennen je al. Namens 43.524... Nee, 23. 23. Dus één is verhuisd. Eén is er verhuisd, één Instagram. Mag ik schetsen dat met de opkomst van Loek TV de Schiedammers ook geconfronteerd werden met de opkomst van John van Gestel? Zeker, ja, natuurlijk. Want we hebben natuurlijk, daarvoor hebben we behoorlijk aan de weg getimmerd. Maar doordat als hij in beeld komt en vooral sober, dat is natuurlijk een overkoepelend orgaan. Ja. Wat al die bewonersverenigingen supporteert, dan ben je natuurlijk wel nou is de vraag die ieder op de lippen brandt. We hadden net een oude foto van je, daar zat nog een snor op en het zat er allemaal nog anders uit. Maar je bent in die 10 jaar toch behoorlijke jonger geworden. Aad Wiegman, kan dat ook? Hoe doe je dat? Beetje sporten. Drie keer in de week sporten. Ja, zwemmen in Frankland in warm water. Zwemmen in het warm water, maar wel gezellig. Zeker. John, waar we het over gaan hebben is 10 jaar Loek TV. Ik wil niet zeggen 10 jaar Sobo, maar jij was actief bij de wijk- en buurtverenigingen. Want dat is je stijl, hè? Je bent verantwoordelijk voor wat er in de wijken gebeurt. Overkoepelend. Ja, overkoepelend, hè? Zijn we dan. Heel kort, heeft Loek TV bijgedragen tot enige ontwikkeling of enige vorm van succes in wijken? Ja,
Laat ik vooropstellen dat Loek TV voor de wijken van levensbelang is. En dat meen ik echt. Je krijgt de gewone mensen krijg je op tv. Tante Mien en oma Piet. En daar zijn wij hartstikke blij mee. Ja. Want ook die mensen hebben een verhaal te vertellen. En niet alleen de politiek, want die hebben toch wel de verhaal. Maar juist de mensen waar het om gaat. Neem bijvoorbeeld nu het zwembad. Ja? Ja. Dan ga je kijken en dan zie je al die mensen die gaan zwemmen. De gewone Schiedammer. Ja. Nou, en dat vinden wij het allerbelangrijkste wat je hebt. Dat de gewone Schiedammer een zegje kunnen doen op Loek TV of Radio Schiedam. Ja. Ik moet nog eventjes roepen dat... Ja. Ik zal het nog even gauw doen, Aad. We kregen nog wat felicitaties binnen. Flashhard automatisering uit de Botenstraat. Jongens, hartstikke leuk dat jullie meeluisteren en kijken. Irma Rodenburg van de EHBO, onze oude buurvrouw. Bart Bos, Bart, de fotograaf natuurlijk. En Sven van Beek. Nou, daartussen nog allerlei anderen. Wilt u bellen 426 1212? Wilt u mailen studio@radioschiedam.nl? En wilt u twitterend komende uur? Dat moet u zelf weten, want daar weet ik niets van.